zijn klaar om een theatervoorstelling. Slechte acteur. Waterloopplein en Buiksloten Meerplein, dat is de eerste gebieden in Noord. En daarnaast ook nog buiten Veldert in Zuid. In totaal gaan er 320.000 woningen worden voorzien van supersnel internet. En bewoners die hoeven zich volgens KPN geen zorgen te maken over overlast. Dat proces gaat heel snel. Hè. Dus het is bij wijze van spreken dat 's morgens de straat open gaat. En 's avonds als je terugkomt van je werk ligt die alweer dicht. Dus het gaat heel snel. Amsterdam loopt qua glasvezel zeker niet voorop in Nederland. Maar als het er eenmaal ligt, dan is de snelheid van het internet... allersnelste ter wereld, heb ik begrepen. Nou, en dan beginnen we in Noord. Ik denk dat ze trots zijn. In vergelijking met de rest van Nederland liep Amsterdam best wel achter op het gebied van glasvezel. Hoe kan dat, denk je? Nou, Amsterdam loopt op alles voor. En zeker op het gebied van digitale stad. Daar ben ik van overtuigd. En wij zijn heel blij dat we nu gewoon beginnen. En de komende jaren wordt dat steeds verder uitgerold in de hele stad. Dus op alles voor, behalve glasvezel? Nou, wij doen ook glasvezel. Nou, gelukkig maar. Over 8 jaar moet Amsterdam helemaal glasvezelproof zijn.